Wir wollen von da Hommage bringen, uns Jüssige. Mit Erders, die Königin, Marie, Joseph, tot zelf, een os en een eigen. Afgeladen vol zit de kerk. Vlijtige parochianen hebben de beelden, de gangen en muren prachtig versierd. Want hier is de Drie Koningenmis een feest. Die mis blijft oerklassiek. En de mensen zingen mee, ze antwoorden op de gebeden. Het is meer dan een show. Je voelt wel dat we Jezuske hun hartje laten toucheren. De mis is klassiek, maar er zitten ook veel felgesmaakte grapjes bij. Dat willen ons ertoe mogen amuseren. En dat we niet gelijk de ander legt ons parochie moeten verkopen. Dat lukt hij nog. We kunnen het nog allemaal zelf. Willen we Desmond? Maar eerst moeten we ook geven in de schaal. Een avondmens gaan bezoeken. En doet het douche praline mee. Ik heb gezien in de Carrefour. Ze stonden toch allemaal in de afslag. De taal gaat een beetje verloren, denk ik. Want de jeugd spreekt niet zo goed niet meer. Dus ik vind het heel belangrijk dat dat in stand blijft, ja. Het is zeer muzikaal en dat vind ik het toffe aan deze mis. Heeft hij grapjes gemaakt? Ja, blijkbaar wel, maar daar heb ik zeker ook niks van verstaan. Want ik was niet aan het lachen, maar mijn mama wel.